Ik ben Caroline. Leuk dat je er vandaag bij bent. Breng je handen in een gebedshouding voor je borst en ga zitten in de diamantzit op je voeten. Adem in, strek je arm omhoog en kijk naar je handen. Laat je hoofd naar achter vallen. Adem uit, kom langzaam weer terug met je handen voor je borst. Adem in, strek omhoog. En uit. Doe nog één keer. Adem in, strek omhoog. En als je nu uitademt, buig je naar voren, trek je buik naar binnen en je zet je pinkjes neer op je matje. Je handpalmen blijven bij elkaar, je kruist je duimen, je armen zijn gestrekt. En dan laat je je hoofd ontspannen naar beneden hangen. En misschien komt je voorhoofd wel op je matje. Blijf hier rustig ademhalen. Voel die strekking in je lichaam. En dan span je je buikspieren aan, je ademt in en je komt langzaam weer helemaal terug omhoog. Adem uit, breng je handen langs je lichaam. En draai dan even je schouders een paar keer naar achter. En naar voren. Heel goed. En breng dan weer je handen voor je borst. Je handpalmen zijn tegen elkaar aan. En dan ga je met je rechter elleboog aan de buitenkant van je linkerknie. Zet hem neer. Duw je elleboog erin. Duw je handpalmen tegen elkaar aan. En kijk over je schouder naar achter. Trek weer je buik zoveel mogelijk naar binnen. Voel die draaiing bij je schouders en bij je rug. Blijf rustig ademhalen met je borst. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Adem in. Kom langzaam terug in het midden. En dan doen we de andere kant. Met je linker elleboog aan de buitenkant van je rechterknie. Maak een tafeltje van je handen. Duw je handpalmen tegen elkaar aan. Trek je buik naar binnen. Kijk over je schouder. En blijf rustig ademhalen. Voel die draaiing in je rug en in je schouder. Nog drie. Nog twee. En de laatste adem in. En kom langzaam weer terug in het midden. En dan zet je je handen achter je neer met je vingers wijzend naar je voeten. Je ademt in, je duwt je schenen en je voet in de mat. Je tilt je heupen en je billen omhoog. Je spant je billen aan en dan laat je ook je hoofd nog naar achter hangen. Blijf rustig ademhalen. Duw die schenen in de mat, span je billen aan. Duw die binnenkant dijen naar elkaar toe. Nog drie. Nog twee. En de laatste adem in. Breng eerst je hoofd terug en kom dan langzaam helemaal terug. En ga dan weer even ontspannen in kindshouding met je armen langs je lichaam. Je legt je voorhoofd op je matje neer en ontspan je schouders. Laat je schouders maar naar je matje toe vallen. Nog drie. Nog twee.
En dan de laatste. Je pakt je hielen goed beet. Je rolt van je voorhoofd naar je kruin. Dus echt de bovenkant van je hoofd. Je tilt je heupen zo hoog mogelijk omhoog. En je komt in het konijn. Dus kom omhoog. Trek je buik naar binnen. Trek aan die hielen. En loop als je kunt je knieën nog een klein beetje naar je voorhoofd toe. Maak maar een mooie ronding van je rug. Nog 3, blijf goed ademhalen. Nog 2. En de laatste. En dan kom je langzaam weer terug in die kindshouding met je armen langs je lichaam. Je voorhoofd is op je matje. Ontspan je schouders. Neem weer even een momentje voor jezelf. En dan adem je in. Kom je langzaam weer terug omhoog. En dan strek je je rechterbeen uit. Je gaat zitten op je rechterbil en je linkerbil. En dan is je linkervoet aan de zijkant. Is dat nou te zwaar aan je knieën, dan kun je altijd je voet gewoon hier aan de zijkant zetten. Zet je handen neer. Trek je rechter tenen naar je toe. Span je buikspieren aan. En dan gaan we kleine stukjes op en neer. Blijf goed ademhalen. En ook hier, als het even te zwaar wordt, kun je altijd je benen even een beetje helpen. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Schud je benen even los. Je ademt in. En als je uitademt, buig je over je uitgestrekte been naar voren. Laat je hoofd weer ontspannen hangen. Blijf rustig ademhalen met je borst. Trek je buik naar binnen. En probeer die ademhaling te gebruiken om dieper in de houding te komen. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Je ademt in, je komt langzaam terug omhoog. Je schudt even beide benen los. En dan gaan we naar de andere kant. Breng je rechtervoet naar de zijkant. Strek je linkerbeen uit, zet je handen goed neer, span die buikspieren aan, trek je linkertenen naar je toe en kleine stukjes op en neer. Blijf goed ademhalen. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En ontspan je been, schud hem even los. Adem dan diep in, strek omhoog. En als je uitademt, trek je je buik naar binnen. En buig je zo ver als je kunt naar voren. Laat je hoofd weer ontspannen naar beneden hangen. En gebruik die ademhaling om dieper in de houding te komen. Probeer alles maar los te laten, elke keer als je uitademt. Nog 4. Nog 3.
Nog twee. En de laatste, je ademt in en je komt langzaam weer terug omhoog. Strek beide benen uit, schud ze even los. En kom dan op je handen en knieën, je kunt je benen kruisen. En dan op je handen en knieën komen. En dan doen we even de koe en de kat. Je ademt in, je maakt een holle rug. Je trekt je schouders naar je toe. Je ademt uit, je maakt een bolle rug. Trek je buik naar binnen. Laat je hoofd ontspannen hangen. Je kin is bij je borst. Adem in, holle rug. Adem uit, een bolle rug. Duw die handen van je af. Nog drie keer. Adem in. Adem uit, een bolle rug. Nog twee. Adem in, een holle rug. Adem uit, een bolle rug. En dan de laatste. Adem in. En uit. En zet dan je tenen in je matje en strek naar achter in de hond. Laat je hoofd ontspannen hangen. En dan kijk je naar je handen en zet je handen net een stukje verder naar voren. Je ademt in, je rolt naar voren, je komt op je tenen, hoge plank. Adem uit, laat jezelf zakken in een opwaartse hond, maar laat je tenen in je matje en je handen waar ze zijn. Adem in de opwaartse hond. En adem dan uit, kom in een kindshouding. Leg je voorhoofd op je matje neer, je tenen zijn nog steeds in je matje. Adem in de kindshouding. En adem uit. Dan adem je in, duw jezelf weer terug in die wijde hond. Adem uit in de hond. En dan adem je in, rol je naar voren, hoge plank. Adem uit, opwaartse hond. Adem in de opwaartse hond. En adem uit, kindshouding. Adem in de kindshouding. En uit. Adem in, kom in de hond. En adem uit in de hond. Adem in, rol naar voren, hoog plank. Adem uit, opwaartse hond. Adem in de opwaartse hond. Adem uit in een kindshouding. Adem in de kindshouding. En uit. En dan doen we hem nog één keer. Je ademt in, je komt omhoog in de hond. Adem uit in de hond. Adem in, rol naar voren, hoge plank. Adem uit, opwaartse hond. Adem in de opwaartse hond. En adem uit in de kindshouding. En nu mag je even ontspannen gaan liggen in de kindshouding. Leg je voorhoofd op je matje neer. Ontspan je voeten. Leun lekker in die schouders. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Je ademt in, je duwt jezelf weer terug omhoog in de hond. En dan loop je je handen naar je voeten toe en zet je je voeten verder uit elkaar. En dan kom je langzaam naar beneden in een kraaihouding. Zet je handspalmen tegen elkaar aan en duw met die ellebogen je knieën verder naar buiten. Als je nu de vuurademhaling kent, doe de vuurademhaling. Dat is een snelle naar binnen trekken van je navel op elke uitademing. Dit kun je door je neus doen of door je mond. Adem in.
4. Nog 3. Nog 2. En de laatste adem uit. Zet je handen neer en strek dan langzaam je benen op. Laat je hoofd ontspannen naar beneden hangen. Laat je armen ontspannen. Trek je buik naar binnen. Je kunt je knieën een beetje gebogen houden als je dat prettig vindt. Beweeg maar zachtjes wat heen en weer. Zoals jij het prettig vindt. En dan buig je iets door je knieën en kom je langzaam helemaal terug omhoog. Schud je benen even los. En kom dan aan de voorkant van je matje. Dan gaan we een zonnegroet doen. Breng je handen in een gebedshouding voor je borst. Je ademt in, je strekt omhoog, je kijkt naar je handen. Je ademt uit, buig naar voren en pak je benen vast. Adem in, breng je hoofd naar je knieën. Adem uit, zet je handen of je vingertopjes neer. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, stap naar achter. En kom in een hoog plank. Nog 2. Span die buikspieren aan. En de laatste, dan kom je weer een opwaartse rond. Laat je heupen naar beneden zakken. Trek je schouders naar achter. Adem in. En adem uit. Duw jezelf in de hond. Gebruik je knieën als je dat wilt. Laat je hoofd weer lekker ontspannen hangen. Nog 3. Nog 2. En de laatste, je loopt terug naar voren. Je ademt in, je kijkt omhoog. Je ademt uit. Je ademt in, je rolt langzaam weer op. Breng je handen weer voor je borst. Adem in, strek omhoog, kijk naar je handen. Adem uit, buig naar voren, pak je benen vast. Adem in. En uit. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, stap naar achter, hoge plank. Nog 2. En de laatste, opwaartse rond. Ontspan je heupen en billen. Adem in de rond, opwaartse rond. En adem uit, kom in de rond. Dan adem je in, til je rechterbeen omhoog, je buigt je knie en je stapt naar voren tussen je handen. Kom in een hoge lunge. Je linkertenen zijn in je matje, je buigt goed door je rechterknie, je brengt beide armen omhoog. Houd hem vast. Probeer je achterste been goed te strekken, je hiel naar achter te trekken. En breng dan je handen voor je borst. En dan ga je met je linker elleboog naar de buitenkant van je rechterknie. Je maakt weer een tafeltje van je handen. Kijk naar de zijkant of kijk over je schouder heen. Duw je voeten goed in de mat. Houd je benen sterk. Nog 3. Nog 2. En de laatste, zet beide handen neer, hoge plank. Adem in. En als je uitademt, kom je in de opwaartse rond. Adem in de opwaartse rond. En adem uit, kom weer in de rond. En dan doen we de andere kant. Je tilt je linkerbeen op, buig je knie en stap naar voren. Hoge lunge. Houd je benen en je tenen sterk. Duw die goed in de mat. Beide armen gaan omhoog. Blijf goed ademhalen. Houd je adem niet vast. En breng dan je handen voor je borst. En dan ga je met je rechter elleboog naar de buitenkant van je knie. Maak weer een tafeltje.
van je handen. Duw die elleboog in je knie. Duw die handen tegen elkaar aan. Kijk over je schouder of kijk naar de zijkant of naar beneden. Houd hem vast. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Kom dan langzaam weer terug. Hoge plank. Adem in. Adem uit. Opwaartse rond. Adem in de opwaartse rond. En adem uit. Kom in de hand. Nog drie diepe ademhalingen in de rond. Nog twee. En de laatste. En dan kom je langzaam op je knieën. Dan kom je weer even in kindshouding. Strek je de armen naar voren. Leg je handpalmen open naar het plafond. Leg je voorhoofd op je matje neer. Vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Je ademt in. Je komt langzaam terug omhoog. En mag je lekker op je rug gaan liggen. Zet je voetzolen eerst even op je matje. Je strekt je armen helemaal achter je. Je ontspant je schouders. Je ontspant je gezicht. En dan strek je je benen uit. En adem maar een keer diep in naar je buik. En laat los. Laat alles zwaar worden en diep wegzinken. Dat doen we nog twee keer. Adem diep in naar je buik. En los. Adem diep in. En los. Ontspan je gezicht. Ontspan je schouders. Je armen, je handen en je vingers. Ontspan je rug, je onderrug, je heup en je billen. Ontspan je benen. Laat ze maar zwaar worden en diep wegzinken. Ontspan je voeten en je tenen. Laat je lichaam maar diep wegzinken, helemaal ontspannen. En blijf rustig ademhalen naar je buik. Als je inademt, wordt je buik een beetje bol. En als je uitademt, zakt die langzaam richting je matje. Richt je aandacht op je ademhaling. Laat al je andere gedachten los. Kijk naar je ademhaling. Volg je ademhaling. Wees de observer, de toeschouwer van je ademhaling. En dat is best moeilijk, want als je je aandacht richt op je ademhaling, dan ga je juist proberen hem te controleren. Maar probeer hem zo natuurlijk mogelijk te laten gaan. Echt er naar te kijken, je lichaam het werk te laten doen. En je lichaam en je ademhaling heeft jou niet nodig. Je kunt dat helemaal alleen zonder jouw inmenging. Je kunt er gewoon naar kijken. Je lichaam is zwaar en ontspannen en zakt diep weg in je matje. Je aandacht is bij je ademhaling. En voel dat je steeds rustiger wordt. Je geest ontspant. Je gedachten zijn er, maar ze zijn ver weg. Je aandacht is bij je ademhaling. Laat jezelf maar dieper zinken, meer ontspannen. Voel dat je lichaam ontspannen is. Voel dat je geest gaat ontspannen. En zo ruimte komt voor je onderbewustzijn. En laat het maar langzaam opborrelen. Laat de ruimte maar ontstaan.
Voel dat je bewustzijn zich vergroot en verrijkt. En blijf dan maar in rust en in ontspannen. Laat het maar gewoon gebeuren. En neem dan zo lang als je nodig hebt in Savasana. Neem tijd voor jezelf. Dan zie ik